Ik ben Edwin Valentijn en ik ben astronoom van beroep. Ik keek omhoog dacht, nou, ik wil daar graag meer van weten. Ik wil dat ook begrijpen wat er aan de hand is. En het leek me een ontzettend spannend vak om te gaan studeren. Waar ben je het gaan studeren? In Leiden. Heb daar dus gestudeerd en ben daar ook gepromoveerd. In de radiosterrenkunde met de Westerbork-telescopen. En daarna ben ik eigenlijk over de hele wereld, de halve wereld bezig geweest. Optische sterrenkunde, radiosterrenkunde, ruimtevaart. Ja, omdat ik eigenlijk op zoveel verschillende plekken was bezig geweest, ontdekte ik op een gegeven moment dat ik specialist was geworden op IT-gebied. Want sterrenkunde is natuurlijk een vak wat heel erg gericht is op IT. Zo gauw er iets nieuws is, dan zijn wij de eerste die het willen gebruiken. We maken natuurlijk heel veel data. We krijgen heel veel data van onze telescopen. We willen dat dan helemaal goed bewerken en daar in de ruis gaan zitten zoeken. Wat heel veel andere takken van sport die vinden ruis heel lastig. Maar wij zitten juist in de ruis te zoeken van kunnen we daar nog een heel bijzonder objectje vinden. Dus aldoende werd ik min of meer IT-specialist. Dus ik ben nu eigenlijk heel erg bezig met de informatica van de astronomie. Als je zoveel data vergaart, we maken iedere 3 minuten een foto. Dat doen we 8 uur per nacht. 300 nachten per jaar, 10 jaar lang. Dan merk je dus hele stapels van gegevens. Nou, als je met zoveel data werkt, dan moet je ook opnieuw gaan nadenken van hoe ga ik daarmee om? Want je kunt dat eigenlijk op de klassieke manier allemaal niet meer zo goed doen. Met heel veel data, daar moet je dus echt een beetje anders gaan denken. Want als je heel veel data hebt, dan kan je die niet allemaal tegelijk door de computer sturen. Je kan er misschien 1 keer of 2 keer per jaar al die data erheen sturen. Maar zo gauw je dat gedaan hebt, dan weet je halverwege al van, nou, ik heb weer betere methodes of andere inzichten om daarmee om te gaan. Of foutje in de software. Of natuur is de hele tijd aan het veranderen. We kijken door de atmosfeer heen. Dus we maken modellen van de atmosfeer. Mm-hmm. Soms komt een slim iemand langs en die zegt, ik heb een veel beter model. En dan heb je al die data al geprocessed. Kan je weer opnieuw beginnen. Dan ben je weer 1 jaar bezig. Dus dat wil niet. Dus hebben we bedacht van je moet eigenlijk van achter naar voren werken. Je moet werken vanuit de beleving van de gebruiker. De gebruiker moet eigenlijk de vraag stellen. En het systeem moet gaan reageren en gaan uitrekenen aan de hand van wat de gebruiker graag wil. Dan krijgt hij ook altijd meteen het up-to-date resultaat met de beste software, de beste inzichten. Dus we hebben een systeem gebouwd wat min of meer van achter naar voren werkt. Nou, dit is een plaatje wat dan het resultaat is. Moet je voorstellen, er zitten hier een paar honderdduizend regels computercode tussen. Misschien nog wel meer. 500.000 regels computercode om dit plaatje te maken. Dit plaatje is gemaakt aan de hand van 3 kleuren, 3 plaatjes. Maar ieder plaatje is weer gemaakt aan de hand van wel 500 CCD's die uitgelezen zijn. Er zitten dus wel 1500 plaatjes en 1 zo'n plaatje. Ja, dus ik denk dat ik een simpele foto zie, maar daar komt iets meer bij kijken. Ja, de vliegtuigen zijn eruit gehaald, de kosmische straling, allerlei dingen zijn eruit gehaald om echt dat hele mooie, perfecte plaatje te maken. Dit plaatje, toen we in 2003 hadden we dit voor het eerst gebouwd. En we noemden dit, daarom laat ik het toch graag zien, want het is een heel mooi moment. Dat noemen we First Virtual Light. Als je op een telescoop zit, je hebt het eerste licht. Hè? Dan is het eerste licht op een telescoop. Dat is het grote moment, dan gaat de champagne open. Oh ja? Maar dit is het First Virtual Light. Dus het eerste licht dat we in ons computersysteem hadden, waarin we alles aan elkaar geknoopt hadden. Dat is in 2003. Dit is de infrastructuur zoals we in Groningen hebben. Maar onze partners hebben ook zoiets. Maar sommigen hebben niet alles. Of alleen dit, of alleen dat. Of alleen de opslagsystemen, of alleen de computersystemen. En die gebruiken de systemen van hun buren of een landje verder. Dit is een model zoals Google eigenlijk nu ook werkt. Dus wat dat betreft is dit een systeem wat heel goed werkt. Het begon natuurlijk al toen we begonnen te e-mailen. En dat was in 1980 dat we de astronomen begonnen te e-mailen. Dat is best al een tijdje geleden. Ja. En dat was natuurlijk de eerste grote omslag. Dat je met e-mail, in plaats van dat je 2 weken... Het klinkt nu heel ouderwets, maar het is toch wel handig. Dat e-mail was natuurlijk een van de eerste dingen waarom de wetenschappers op de wereld echt veel intensiever met elkaar konden gaan samenwerken. Internationale samenwerking kwamen. Nu is het niet meer alleen beperkt tot e-mail, maar tot de data zelf. Dus we kunnen de data met elkaar delen en samen met de data werken. Ik noem dat e-science. Hè, dat zijn we e-science gaan noemen. Ja. Via internet, data met elkaar delen, gemeenschappelijk werken aan grote projecten.
Er is wel een lange weg te gaan. Astronomen hebben van nature toch de neiging, we kijken allemaal naar dezelfde hemel. En we zijn allemaal heel erg bewogen en werken heel erg met elkaar samen. Ook omdat we al zo lang met elkaar e-mailen. We hebben grote samenwerkingen. Dus de astronomen die waren eigenlijk heel snel met het maken van standaarden en afspraakjes met elkaar. In andere disciplines, van andere takken van sport, van wetenschap, is er nog steeds een behoorlijk traject te gaan voordat je al die afspraken met elkaar hebt gemaakt, voordat je al die data met elkaar kan delen. Want je moet wel eens zijn over het dataformat. Ja. En je moet nog over 1000 andere dingen het ook eens zijn. Dus daar is, wat dat betreft, is er voor e-science ook nog voor de verschillende disciplines een behoorlijke weg te gaan om dat allemaal te doen. Dus het is er allemaal nog niet zover als we misschien wel graag zouden willen. Ja, big data, we zitten natuurlijk altijd een beetje met hypes. En we hebben natuurlijk een tijd een hype met grid gehad. Grid computing, we zitten nu veel meer richting de data zelf. We zijn ons langzaam steeds meer gaan realiseren dat de bottleneck in de data zit. En niet zozeer in de computing, waar computing natuurlijk heel belangrijk is. En er zijn natuurlijk ook projecten zoals het weer voorspellen. Waar je, en er zijn natuurlijk heel veel, waar je echt heel veel computerpower voor nodig hebt. Maar voor de echte omgaan met heel veel data en wat er nu op de IT-wereld allemaal op ons afkomt, moet je eigenlijk veel meer gaan denken aan de data zelf. Vandaar dat we met datacentrische modellen aan het werken zijn. En daardoor dat ook big data zo kan bovendrijven. Want ja, hoe kun je nou wat vinden in al die data? Kun je allemaal maken. Kunnen ontzettend veel opslaan. Ik kom even terug op die NSA. Je kan wel heel erg veel opslaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar van alles zomaar even in kunt vinden. Want om die data te scannen, daar heb je jaren voor nodig. Dus dat, je hebt toch veel slimmere systemen nodig om ermee mee om te gaan. Zo gaan wij 1 miljard gegevens op een rij hebben staan, dan wordt het lastig. Ja. Dus je zet die gegevens dan in een tabel. En als die tabel 100 miljoen heeft, dan kunnen we daar redelijk snel iets in vinden. 500 miljoen wordt het iets lastiger, maar zo gauw je in de buurt van 1 miljard zit. Een tabel met 1 miljard regels, nou dan wordt het lastig. Ja. Nou, dat is nog 1/5 van de wereldbevolking, dus je kan nagaan. Dus daar zitten we, of 1/7 van de wereldbevolking. Dus je zit, als je van iedereen de kleur van de ogen in een database zou zetten en je wil dat gaan tellen, dan heeft hij het moeilijk. Dat geeft toch wel even aan dat we toch wel op dat gebied tegen allerlei grenzen aanlopen. Ja. Nou, astronomen die werken vaak samen met de grote bedrijven. Dus een schoolvoorbeeld is het Sloan Digital Sky Survey. Dat is een van de eerste grote digitale surveys, dus zoekprogramma's van de hemel, is in Amerika gedaan. Die hebben heel nauw samengewerkt met Microsoft. En wij werken nou samen met Oracle en we werken ook nou voor het database systeem. En we werken nou samen met IBM voor de files, voor het opslaan van de files, van de bestanden. Ik begreep dat de LSST, dat is dan weer de grote opvolger in Amerika voor een hele grote zoektelescoop, die eind 2018-19 zou gaan werken. Die werken weer nou samen met Google. Dus het is wel degelijk zo dat de industrie heel graag met ons samenwerkt, omdat wij zijn redelijk open in de data. Data is beschikbaar. Ja. Dat is ook een belangrijke overweging. Maar we hebben er ook heel veel. Dus de industrie wil ook graag met ons samenwerken om zeg maar, met onze data bij wijze van proeftuin om te kunnen gaan. Ik had het net al over de fundamentele waarde van data. Wat is het nou? Nou, dat is natuurlijk we hadden het net over genetica. Maar genen is natuurlijk 1 string van data. In feite kun je genen ook modelleren als 1 en nullen. Dus dat is ook wel weer een moment dat je realiseert dat informatie in de natuur eigenlijk een heel intrinsieke component is. Dus ik vind het zelf heel erg boeiend om ook met dit soort projecten bezig te zijn, waardoor je toch weer wat extra gevoel krijgt van nou, data, dat is toch iets wat in de natuur ingebakken zit. Ja, en we weten daar nog eigenlijk heel weinig van, hè? Nee, we weten wel dat een tweeling op elkaar lijkt. Ja, we hebben allebei dezelfde data. Ja. Maar we weten ook dat ze dan na verloop van tijd weer een beetje anders gaan ontwikkelen, omdat het toch weer een invloed van de omgeving is. Maar daar weten we nog heel weinig van. Maar ik noem maar even een tweelingvoorbeeld, want dat snappen we allemaal wel.